Er kijken niet zoveel mensen naar. Er komen nog veel minder mensen op af. En de atleten zelf vinden er ook niet zoveel aan. Klinkt als een toernooi dat niemand van de grond krijgt, toch? Het gekke is alleen, het bestaat al. En het heet de Davis Cup. Op het hoogste niveau jezelf laten zien als team, als speler en als tennisland, dat is geweldig. In deze video zoomen we wat verder in op dat landentoernooi voor mannelijke tennissers. Want er is de laatste tijd veel over gezegd en geschreven. En vooral negatief. Dus wij vroegen ons af, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En wat is de toekomst? Wawrinka serveert voor de wedstrijd. Mooi zeg. Kijk, deze video werd gemaakt door tennisser Stan Wawrinka. Opgenomen afgelopen september tijdens de Davis Cup. Het Zwitserland van Wawrinka nam het toen op tegen Frankrijk. Twee grote tennislanden. En op de tribune zitten misschien een paar honderd toeschouwers. En dat voor een toernooi waarin tennissers juist regelmatig onder de druk van de duizenden aanwezige fanatieke supporters bezweken. Maar dat was een paar jaar geleden, in de tijd van voor oud-voetballer Gerard Piqué. Wat hij er precies mee te maken heeft, dat leg ik zo uit. Maar spoiler, de Davis Cup ging volledig op de schop en het verloor al zijn charme. Charme die het vroeger wel had. Dus eerst even terug in de tijd. Lop, ja, en die is absoluut goed. Ja. Mei 1962, op de matchbanen in Scheveningen, speelde het Nederlandse Davis Cup team tegen de Sovjet-Unie. Nederland verliest met 4-0. In 1900 wordt er voor het eerst een landentoernooi voor mannen georganiseerd in het tennis. Met als doel om de sport internationaal wat groter te maken. Het idee is simpel. De beste tennissers van het ene land nemen het op tegen de beste tennissers van een ander land. De International Lawn Tennis Challenge, zoals het dan heet, heeft in die tijd twee deelnemers. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Een van de grondleggers van het toernooi is de tennisser Dwight Davis. Hij bedenkt de opzet en betaalt de eerste beker uit eigen zak. De Amerikaan overlijdt in 1945 en vanaf dan heet het toernooi de Davis Cup. Maar naast de naam is er in al die jaren dat het toernooi nu bestaat nog wel meer veranderd. Zo werd de opzet meerdere keren gewijzigd en werd het groter en groter. Het aantal deelnemende landen ging van 2 toen naar ruim 150 nu. Voor je land uitkomen is al speciaal. En dan winnen voor zo'n leuk publiek betekent heel veel voor me. In de ruim 120 jaar dat de Davis Cup nu bestaat, is het uitgegroeid tot een spectaculair toernooi. Maar wat het nou zo'n spektakel maakt, dat kunnen we beter vragen aan iemand die het tennis door en door kent. Marcella Mesker. Hoi. Leuk dat je er bent. Dank je. Je bent zelf tennisser geweest, je komt nu overal als commentator. Wat maakt de Davis Cup nou zo bijzonder? Nou ja, Davis Cup is uniek, ja, en zo bijzonder. En waarom? Ja, de beleving, de passie. De emotie die je ziet op de baan en daarbuiten, ja, dat kennen we niet in tennis, want het is toch een stiltesport. Ja, dat beeld is wel wat je gewend bent bij Wimbledon bijvoorbeeld. Iedereen zit muisstil en als er iemand iets zegt, dan is iedereen afgeleid. Quiet please. Quiet please, inderdaad. Ja. Maar hoe komt het dan dat dat bij de Davis Cup zo anders is? Ja, het is de enige keer van het jaar dat de spelers in een team spelen. Dat je voor volk en vaderland speelt. Het hele jaar sta je er alleen voor. Het is loodzwaar. En dan ineens heb je die weken van de Davis Cup. Met elkaar knokken, met elkaar aanmoedigen. En je ziet het ook in het spel, hè? Want de wedstrijden zijn fenomenaal goed. Ze zijn lang, ze zijn extreem, want niemand wil opgeven. En dan nog al die fans die voor jou zijn. Hè? Ja. Allemaal met vlaggen in de kleuren van het land. De nationale trots, ja, dat brengt de spelers echt tot grote hoogte. Ja. Die sfeer is er nu eigenlijk nauwelijks meer. En om te begrijpen waar dat is misgegaan, moet je eigenlijk de hele opzet van het toernooi snappen. Het probleem is alleen, die is best ingewikkeld en ook heel vaak veranderd. En heel eerlijk, in de research heeft het lang geduurd voordat ik hem helemaal begreep. Daar hebben we nu simpelweg de tijd niet voor om dat allemaal uit te leggen. Dus we gaan nu even kort door alle dingen die je echt moet weten. De Davis Cup, ik zei het al, is een landentoernooi. Een team bestaat uit meerdere tennissers met dezelfde nationaliteit. Zie het als een voetbalinterland.
En ieder team probeert zich gedurende het seizoen te plaatsen voor de finals. Dat is het eindtoernooi waar de cup daadwerkelijk wordt uitgereikt. In 2018 verkocht de ITF, de Internationale Tennis Federatie, de rechten van het toernooi voor zo'n 2,8 miljard aan Cosmos. De investeringsmaatschappij van, en daar is hij, oud-voetballer Gerard Piqué. Een enorme bak geld en ook de tennissers hebben daar wat aan, want een deel ervan belandt in de prijzenpot. Bereik je de kwartfinales van de Davis Cup, zoals Nederland dit jaar deed, dan levert dat per team, alleen dat dus al, zo'n 500.000 op. En dat voor een sport wat vaak meer kost dan dat het oplevert. Maar niet alleen het prijzengeld, ook de opzet veranderde. Zo worden er in het eindtoernooi per ontmoeting nog maar 3 wedstrijden gespeeld in plaats van 5. En ook die wedstrijden zelf die duren niet meer maximaal 5 sets, maar ook maar 3. Die veranderingen die waren nodig ook, want de Davis Cup kostte de tennissers ontzettend veel tijd en energie. En het zorgde ervoor dat de absolute toppers niet meer mee wilden doen. Die nieuwe opzet zou dat dus moeten voorkomen. Goed idee zou je zeggen, maar is ook een groot nadeel. Want die 5 setters, dat zijn de thrillers. De wedstrijden die je wilt zien. Maar in plaats van een urenlange uitputtingsslag zien supporters nu alleen nog maar wedstrijden die vrijwel zeker na 2 uurtjes al zijn afgelopen. Nog één keer een uiterste krachtsinspanning. Hij is nu heel dichtbij. Ja, ja, ja. Hij flikt het toch weer. Ho, ho, ho. Wat fantastisch. Maar er is nog een belangrijke verandering. Want stel, Nederland speelt tegen Engeland. Voor Cosmos in beeld kwam, was die ontmoeting dan of in Nederland of in Engeland. Dat is niet meer zo. Tegenwoordig worden alle wedstrijden gespeeld op 1 plek. En dus niet meer in het land van 1 van de teams. Dit jaar bijvoorbeeld zijn de kwartfinales tot en met de finales in Malaga. De vraag is alleen hoeveel mensen er op de tribune zitten. Want Spanjaarden die al een kaartje hebben gekocht, die rekenden op Carlos Alcaraz. En misschien zelfs op Rafael Nadal. Maar de Spanjaarden die hebben zich helemaal niet geplaatst voor de laatste 8. En of Spaanse tennisfans nou echt warm lopen voor de wedstrijd tussen Nederland en Italië? Waarschijnlijk niet zo. Dat er steeds minder mensen op de tribune zitten, dat doet natuurlijk ook iets met de tennissers, toch Marcella? Ja, dat is gewoon heel erg jammer en dan helemaal niet leuk om voor een lege tribune te spelen. We hebben onlangs fantastische wedstrijden in de groepsfase gespeeld in Kroatië. Ja. Nederland werd daar eerste. Speelde onder andere tegen Amerika, topland, de gedoodverfde favoriet. Ja. Tellen Griekspoor, Botik van der Zandschulp. Nou, ik denk dat ze in hun Davis Cup carrière nog nooit zo goed hebben gespeeld. Nederland won, werd eerste van de groep. En hoeveel mensen zaten er op de tribune, denk je? Een paar honderd misschien? Ja, handjevol toeschouwers. Oh, een paar verdwaalde oranje fans. In Kroatië waren ze niet geïnteresseerd in die wedstrijd. Ja. Dus dood en doodzonde dat zo weinig fans daar live van hebben kunnen genieten. Ja, jammer voor de sport. Cosmos heeft de Davis Cup dus flink op zijn kop gezet. En dat is niet per se positief. Maar je zou ook kunnen zeggen, alle verandering is moeilijk. Het heeft gewoon even tijd nodig. Alleen in dit geval zullen we dat nooit weten. Want de ITF heeft het contract met Cosmos alweer verscheurd. Ze konden het niet eens worden over de financiën. En dus zijn de tennisfederatie en de Davis Cup eigenlijk weer terug bij af. En die bak geld is er ook niet meer. Maar de vraag is natuurlijk, is dat een vloek of een zegen? Ja, wie zal het zeggen? De toekomst moet dat toch wel gaan uitwijzen. Kijk, de balans tussen traditie en vernieuwing. Ja, dat is natuurlijk goed misgegaan met die Cosmos-groep. Ja. Daar moet echt aan gewerkt worden. Voor de toekomst, volgend jaar blijft het dezelfde opzet. Maar 2025, dat is natuurlijk spannend. Dan zal er weer getornd worden aan die opzet. En laten we hopen dat de uit- en thuiswedstrijden er weer veel meer in zullen zitten. Dat de spelersbelangen, goed dat daarnaar wordt gekeken. Hè? Misschien eens in de 2 jaar, waarom niet? Balans tussen traditie en vernieuwing. Ja, daar zal het om gaan in 2025. Maar we hoeven niet bang te zijn dat het verdwijnt. Nee, Davis Cup, joh, het bestaat toch al vanaf 1900? Ja. Het is te belangrijk. We hebben nooit landenwedstrijden in tennis. Het is het WK voor landen in feite. Dus die Davis Cup die blijft bestaan. Spelers houden ervan. Spelers willen spelen. Alleen de voorwaarden moeten wel goed zijn. Nou goed, die Davis Cup die verdwijnt na ruim een eeuw echt niet zomaar. Maar hoe de toekomst er precies uitziet, dat weet niemand. Zelfs Marcella niet. Maar we houden het natuurlijk gewoon voor je in de gaten. Dus abonneer je op Insta en op Facebook en op X en op YouTube. Net als Marcella, toch? Tuurlijk, wat dacht jij? Alles geabonneerd, ja heel goed. En als je een idee hebt voor een volgende explainer, drop het dan even in de comments. Tot later!